Goedenavond. De medische doofpot gaat open. RTL Nieuws publiceert een tot nu toe geheime lijst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het gaat om een lijst met patiënten die mogelijk zijn overleden door medische missers in Nederlandse ziekenhuizen. Onze onderzoeksredactie kreeg die gegevens na jarenlang procederen eindelijk in handen. Over de ziekenhuizen waar die missers zijn gemaakt en wanneer het is gemeld bijvoorbeeld. Maar wat veel schokkender is, de lijst legt pijnlijk bloot welke medische missers niet zijn gemeld. En dat zijn er heel veel. Onderzoeksverslaggever Hester van Ypres is hier in de studio. Ja, Hester, jij hebt die hele lijst doorgespit. Wat is er nou zo bijzonder aan? Ja, het is een unieke lijst. Voor het eerst is te zien hoe vaak het overlijden van patiënten is gemeld bij de inspectie. Het zijn er veel. Allemaal patiënten, waarschijnlijk gestorven door fout van een arts of de verpleegkundige. En wat bijzonder is, is dat je nu kunt zien in welke ziekenhuizen die missers zijn gemaakt. Maar wat ons echt opviel, is dat dit nog niet eens alle sterfgevallen zijn. Niet alle sterfgevallen, leg eens uit. We weten hoeveel patiënten er elk jaar doodgaan in ziekenhuizen door fouten. En dat klopt niet met het aantal doden op deze lijst. Het blijkt nu dat ziekenhuizen 60% van de missers verzwijgen. Je ziet dat er 1214 sterfgevallen zijn gemeld in de afgelopen 3 jaar. Maar dat hadden er 3000 moeten zijn. Heel veel fouten worden dus verzwegen. Oké, Hester, we komen zo bij je terug. Het zwijgen over fouten kan ernstige gevolgen hebben. Blijkt ook uit het verhaal over deze twee tieners. Roos Veldhoven en Juri Rosvetov. Zij sterven in het IJsseland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel. Door eenzelfde soort fout van dezelfde arts. Ze hebben het eerst onder de pet willen houden. Het ergste is dat ze natuurlijk niet toegeven. Dat ze proberen er onderuit te komen. Roos Veldhoven krijgt op haar 15e hartklachten. Haar ouders gaan direct met haar naar het ziekenhuis met hun Benjamin. Roos was de jongste van ons gezin. Was een nakomertje. En was altijd gezellig en vrolijk. Nou, aanvankelijk zijn ze begonnen met een hartfilmpje. Een paar weken later, dus half juni, is er een fietsproef gedaan. En toen had ik dus een cardioloog aan de telefoon. Ze had ritmestoornissen en dat er een CT-scan gepland moest worden. Dus ik vroeg of die scan dan voor de vakantie gepland kon worden. Maar dat was allemaal niet mogelijk, want er was een wachtlijst. Laat Roos omvallen, vind ik leuk. Ze was met een aantal vrienden en haar vriendje op een boot en aan het waterskiën. En toen was Roos aan de beurt en die sprong in het water. En die is niet goed geworden in het water. Die kreeg een hartstilstand. Ze was te lang zonder zuurstof geweest. Dus was hersendood. Roos sterft doordat haar cardioloog de verkeerde diagnose heeft gesteld. En ook 3 collega-cardiologen maken fouten bij haar behandeling. Als ze gewoon proberen overal onderuit te komen, dat is zo vreselijk. Ik bedoel, het gaat niet over een broodje van de bakker wat verkeerd gebakken is. Het gaat toch over een mensenleven? Roos had een hartkwaal en ze had meteen medicijnen moeten krijgen. De artsen en het IJsseland ziekenhuis zwijgen over hun missers. En daardoor valt er nog een slachtoffer. Juri Rosvetov, een jongen van 19. Hij stond vol in het leven. Hij studeerde aan de Erasmus Universiteit. Hij studeerde econometrie. Hij maakte muziek met zijn vrienden. Hij is flauw gevallen tijdens college. Na 1,5 uur reanimeren konden ze hem niet helpen. Gemiste diagnose. Kleine operatie. Dan had hij gewoon normaal kunnen leven? Ja. Ja. Toen lazen we dat dezelfde cardioloog bij overlijden van Roos betrokken is geweest. Het ziekenhuis heeft dat toen niet gemeld. Dat had natuurlijk grootste gevolgen voor onze zoon. Waarom wilt u dit verhaal vertellen? Ter voorkoming dat niemand anders zijn zoon. Of familielid. Of wie dan ook. Kan kwijtraken. Door zulke fouten. Ja, er zijn natuurlijk hele trieste verhalen. Dit, wat zegt het ziekenhuis hier nu over? Het ziekenhuis erkent dat het overlijden van Roos te laat is gemeld.
Waarom dat is gebeurd, daar zeggen ze niets over. En het ziekenhuis heeft maatregelen genomen om de zorg voor hartpatiënten weer veiliger te maken. En gebeurt dit nou vaker? Nou, laten we vooropstellen dat er geen arts is die dit soort ernstige fouten wil maken. De meeste ziekenhuisbehandelingen gaan ook gewoon goed. Maar in veel ziekenhuizen bestaat een angstcultuur. Artsen durven fouten niet toe te geven omdat het zorgt voor een slechte naam. Of ze raken hun baan kwijt. Of het ziekenhuis krijgt claims van nabestaanden. Er is dus een belang om missers te verzwijgen. En dat gebeurt in alle ziekenhuizen. Er is een heel systeem van zwijgen en toedekken. Je doet mensen die dus zoiets overkomt, zwaar tekort. Dat is nog een keer een extra frustratie en een extra lijden wat er bovenop komt dan wat hun al overkomen is. En de mensen die mogelijk zelfs grove fouten gemaakt hebben, die komen ermee weg. Het systeem in zijn totaliteit deugt niet. Er is niet een systeem wat je in de luchtvaart inmiddels wel voor elkaar hebt gekregen, dat er goed gemeld wordt en dat er consequenties getrokken worden van de fouten en de bijna fouten die er gemaakt worden. En alleen op die manier kan je de gezondheidszorg beter maken in Nederland. Wij gaan verder met ons onderzoek naar de missers die verzwegen worden. Heeft u hierover meer informatie, dan kunt u contact met mij opnemen. Dank je wel.